Ik heb Yonex opgericht als organisatie van en voor developers, waar technologie en vrijheid centraal staan. Ik ben hier 3 jaar geleden gestart en na mijn afstuderen ben ik de consultancy ingerold. Dat is voor mij echt een prachtige manier om snel een mooi cv op te bouwen. Naast mijn werkzaamheden bij Yonex ben ik ook regelmatig de gast bij de podcast van Marcus. En dan hebben we het over mijn andere passies, zoals game development. Welkom bij de Yonex podcast. Vandaag vertelt collega Mitchell over hoe het is om bij Yonex te werken. Ja, Yonex voelt echt als een familie. Ik zorg ervoor dat iedereen goed op een klus zit voor eerlijk tarief. En mocht er wat zijn, dan kunnen ze me altijd bellen. En Yonex denkt altijd met mij mee wat het beste bij mijn situatie past. Zo heb ik heel lang meegedeeld in het uurtarief. Maar met een babyopkomst kies ik weer voor de zekerheid van een vast salaris. Ja, ik voel me helemaal thuis bij Yonex. Ik ben heel lang freelancer geweest, maar hier kun je ook meer verbinden met collega's door middel van hacknights, etentjes, evenementen. En daarnaast is het interessant omdat je meedeelt in je uurtarief, is het financieel aantrekkelijk.